Bij deze alvast een feestje. Ja, nog een feestje. Dank je. Goedemorgen jongens. Het is iets over zessen. Het is heel erg vroeg. En we gaan zo meteen weer richting Utrecht. Ik sta voorbij. Want we moeten weer opnemen voor de Backyard Ultra. En we gaan vanaf dat moment even kijken hoe lang ze nog erin blijven. Er zijn er nog een paar over. En het is de derde keer dat ik langs ga. Even ontbijten. Kort geslapen weer, want ik was gisteren ook niet te vroeg thuis. Dus flinke dagen. Hopelijk deze week iets meer slaap dan vorige week. Want vorige week was pittig. Goedemorgen. We zijn er weer bij de opdracht. Aan het opnemen. Er zijn momenteel nog 3 deelnemers in de race. En we begonnen met 15 op zaterdag om 2 uur. En het is nu maandag 8:30. En zoals ik al zei, ze moeten dus 7 kilometer, 6,7 volgens mij, lopen binnen het uur. En dan weer starten in het vak. Tot en met ze niet meer kunnen. Dus ook geen slaap bijna. Nou ja, geen slaap eigenlijk. Is echt wel apart. Dus we gaan nu even kijken of we weer een mooie locatie kunnen vinden. En pittig race dit. Maar wel tof om te zien. Oké, even voor jullie informatie. Ze zitten nu op 44 uur. En dat is het Nederlands record. Dus als ze nu finishen, wat ze sowieso gaan doen. Want er zijn er nog 3. Dan hebben ze in ieder geval een Nederlands record. Dus very exciting. En dan even kijken nog hoe lang ze verder gaan. Dus wie weet. Ze zagen er nog zo fresh uit dat ik maar naar huis ben gegaan. En ze zijn volgens mij 7 of 8 uur later pas gefinished. Dus ik ben blij dat ik naar huis kon gaan. Ik had alle beelden al, dus dat was op zich prima. Met het kanaal hebben we natuurlijk een nieuw doel. En dat doel is om in Valencia op 1 december... onder de 2 uur 20 te lopen. Sub 220 Valencia Project with Emiel Berghout. Let's go. Heel erg veel zin in om daar naartoe te trainen. En jullie daar natuurlijk in mee te nemen. Daarnaast hebben we nog een doel. Het doel om 10.000 volgers, subscribers te krijgen op dit kanaal voor het eind van dit jaar. We gaan super hard. Dus hartstikke bedankt voor alle subscribers. En alle subscribes. Heel erg fijn. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, klik even op subscribe. En we gaan door met het project 220, sub 220. In Valencia. Goedemorgen jongens. Het is vandaag dinsdag. Bakkie koffie. Ik ga vandaag heel de dag aan edit werken. Want ik wil eigenlijk voordat ik naar Kenia ga al mijn opdrachten zoveel mogelijk af hebben die ik hier kan doen. Zodat ik in Kenia zo min mogelijk hoef door te werken. Maar we gaan lekker naar de koffie. We gaan door met greenscreen. Daar heb ik wat feedback op gehad. Edits, dus die gaan we maken. We gaan kijken of we kunnen beginnen aan de backyard after movie. En we gaan ook nog een stukje lopen vandaag. Houd het op een rustig loopje. Heel veel zin in. Gewoon rustig gaan we weer beginnen. En dan deze week hou ik het nog een beetje kalm. En dan gaan we naar Kenia. Om daar zo natuurlijk te knallen. Good morning. We gaan voor een 10 kilometer, of in ieder geval een klein rondje, op de Nike Invincibles. Ik voel een klein beetje mijn benen, mijn enkel, qua spierpijn. Dus daar moet ik eventjes een beetje mee oppassen. Misschien toch die Amsterdam een klein beetje gevoeld. Maar we gaan dus even rustig lopen, een klein stukje, eventjes een beetje die spierpijn eruit halen. En het is vandaag mooi weer, dus dat is top. Wow. Dat was het eerste loopje deze week jongens en hij was echt lekker. Mijn hartslag was weer lager, dat was vorige week nog toch wel aan de hogere kant. Ik denk 2 redenen. 1, ja, marathonloop van Eindhoven, dus die voelde ik nog wel. Maar 2 ook vooral dat ik toch wat ziekig was. Dus ik merkte wel dat slapen ging niet zo lekker en de kwaliteit daarvan was lager. Korte nachten, heel druk weekend, dus uiteindelijk merk je toch van oké, stapelt een beetje op. Gelukkig vandaag weer helemaal goed geslapen en ja, meer op een ritme zoals ik normaal ook doe met werk en met van alles en nog wat. En dat betekent ook dat ik daardoor vandaag weer een hele goede loop heb gedaan. Was lekker, 4 minuten 19 ongeveer en hartslag was laag. Dus top, dat voelt goed. Wat ik al zei is mijn enkel voelde ik nog wel een beetje. Dat komt vooral door
Doordat ik denk ik een verzwikking heb gemaakt. Het was niet heel erg, dus het valt nog wel mee, maar ik had een klein verzwikkingetje ergens. Dus daar had ik, moet ik een beetje op letten. Maar over het algemeen met lopen voelde ik er weinig van. Dus ik ga nu lekker lunchen en weer verder met werk. Want we hebben nog veel te doen, maar wel hartstikke leuk en fijn. We houden het wel op één loopje vandaag. En morgen gaan we weer een klein beetje kijken of we wat tempo kunnen doen. Spicy chicken. Kom je thuis van lopen, dan krijg je dit van Chrisje. Die heeft dit erover gemaakt voor je. Best girlfriend ever. We zijn onderweg naar Flores. We hebben de hele dag geëdit. Echt van 's ochtends tot 's avonds, dus niet zo spannend. Alleen maar 10 kilometer gelopen, maar daartussen alleen maar gewerkt. Maar moet even doorwerken, want Kenia. Op zich gaat het goed. Ik ga nu richting mijn broer om eventjes een tas op te halen. Zodat ik in ieder geval koffie op te hebben voor de Kenia. Want ik ken alle spullen in. Er komt een nieuwe Morten drop. Dus ik hoop dat die komt waarschijnlijk wel voordat ik naar Kenia ga. Dan kan ik lekker voeding meenemen. En ja, lekker man. Dus drukke dagen. Maar hey, we werken allemaal toe richting Kenia. Oké, de koffer is binnen. Ook maar gelijk even langs mijn ouders. Heb ik die ook gelijk gezien. Bij mijn ouders met een 0.0 bier. Yeah. Kijk, oh, daar staat ook 0.0. Goed zo. We gaan lopen, we gaan een tempo trainingtje doen. Dus eerst 25 minuutjes inlopen, dan 10 minuten snel, 8 minuten snel, 4, 6, 4, 2. Dus een behoorlijk lange training eigenlijk als ik het zo zie. We gaan niet te hard lopen, maar gewoon een beetje richting zone 3 en uiteindelijk naar zone 4. Tempo staan in de horloges, we lopen hem gewoon af. En ja, enkels voelen wel weer beter, beentjes voelen goed, dus we gaan ervoor. Oeh, zo, het ging weer lekker jongens. Ik ben weer wat meer beter. Ik merk het echt. Hartslag is een stuk lager. Dus ik heb de tempo's gelopen die ik eigenlijk ook een beetje liep op de halve marathon van Amsterdam. Daar was mijn hartslag ongeveer, nou laten we zeggen 10 slagen hoger. Dus ik was toen niet helemaal lekker, merk je toch. Al voelde het op zich wel goed, mijn hartslag was een beetje hoog. Nu ging het goed. Tempo's zijn zo lekker, even hier zo zien. En ja, bekijk het. Oh. Mooie scrollen, ziet er allemaal goed uit. Dus het was een lekkere training om te doen, voelde heel goed. We gaan nu eventjes douchen en we hebben een call-afspraak. Want we moeten online marketing doen. Let's go. We hebben weer een refill gehad van Morten. Komt goed op tijd net voor Kenia. Nieuwe race bottles. En ook wat bottles voor gewoon lekker de trainingen. Dus dat is wel echt prettig. Dus dankjewel Morten voor de refill. Dan kan ik ze lekker meenemen. Naar Kenia, dat is wel nodig. Nice bottles. Wrapping bottles, race bottle. Good day, het is donderdag. We gaan vandaag naar de kapper. We gaan weer de video's afronden. Dus we zijn nu echt in de laatste fases van de edits. Het is niet zo'n hele interessante week om naar te kijken, gezien dat ik gewoon alleen maar op mijn kantoor aan het werk ben. Dus dat is vooral. Afronden, want almost Kenia jongens, oh, spannend hoor. Dus we gaan maandag, we hebben dit weekend nog een weekend weg met een aantal vrienden van mij. Spannend wel, maar wel heel veel zin in. We gaan in ieder geval vandaag 2 loopjes doen, we gaan weer een dubbele doen. Dus een wat langere over in de middag en in de avond een kortere. En dat zit, dus we gaan ervoor vandaag weer. Het is behoorlijk koud. Dus ik heb de lange tijd aangedaan, want het is ongeveer 10 graden, dus doe zo'n jasje aan. We gaan lopen, eerste duurloop, wel lekker in een zonnetje, podcastje aan en een rustige pace. Ik zag in Kenia dat het nu elke dag volle zon rond de 20 graden is, dus dat is op zich wel heel erg chill. We gaan lekker trainen, maar eerst nog even hier. De trainingen gaan goed. We zijn weer 18 kilometer verder en hartslag is weer laag en lekker en prima. Dus dat is hartstikke fijn. We gaan nu lekker lunchen en door met work.
We zijn er weer. Bij wie? Kijk jongens, mijn haar is helemaal fresh. Helemaal fresh van Kenia. Dankjewel, haircut for you. Thank you. Gedaan. Oh. Oké, we zijn net bij de kapper geweest. Nu is het haar fresh. Ik ga nog een tweede duurloop doen. En dan moet ik om 7 uur even wat ophalen bij de atletiekvereniging. Dan gaan we naar huis, dan gaan we uit eten. Daar heb ik heel veel zin in. Maar nu eerst even een duurloopje, dus gewoon lekker rustig aan. Prima weer jongens, we zijn nu op 7 kilometer. Ik moest even dit laten zien, dat ziet er goed uit. Ja, 16 als je hem goed afrondt. Zit er weer op. Eerste dubbele loop na de marathon en ging prima. Rustig aan de tweede gedaan en ging gewoon lekker. Het is een lekker temperatuur om te lopen, man. Beetje cool, maar wel met een zonnetje. Bij deze, ik maak er een heel klein even officieel momentje van. Ik ga daar ook even gelijk bij zeggen voor de goede orde. Je bent natuurlijk lid bij ons, maar je traint zelfs en op het gegeven moment van het Wilson. Dus eer in de ere toekomt. Maar wel namens Pak en namens ons allemaal van harte gefeliciteerd met het clubrecord. En ik hoop eigenlijk dat we hier over 8 weken weer staan. En dat dan in 20 in een 19 of in een 18 is veranderd. Dat zou mooi zijn. 18 is wel erg. En ik hoop dat we de komende jaren een mooie strijd krijgen met nog wat andere lopers. En dat, het, dat we nog heel lang van je kwaliteit mogen genieten. Bij deze alvast gefeliciteerd. En op naar nog een vele mooie tijd. Dank je. Nou, bedankt allemaal voor het support en voor alles voor het inlopen vaak. Dus dankjewel. We gaan eten bij Cotto de Mangiato. Very good. We zijn in het restaurant om het clubrecord te vieren. En omdat ik naar Kenia ga, dus, maar ook om het clubrecord te vieren. Mijn laatste wijntje voor Valencia, jongens. Oh, en de kaas apart. Zoals het hoort, jongens. Leer je van. Hi, Smurl. Ga je mij missen? Ja, hè? Je gaat me wel missen als ik weg ben. Zeg maar eerlijk. Even nog goed laten zien, jongens. Het clubrecord. Jawel. Mooie tijd. Heel erg blij mee. Super nice. Official handtekeningen en alles. Club record is binnen. Zebra schoenen staan in het rijtje, kijk. Dus dat is nice. Oké, het is vandaag vrijdag. We zouden rond een uurtje of 1 met de eerste shift naar een weekend met vrienden gaan. Alleen heb ik dat niet gehaald in verband met werk, dus helaas. De volgende shift was om 5:30, dus dan ga ik daarmee. Want dat was een maat die dan wat later ging. Dus gaan we daarmee. Dat ben ik wel. Maakt wel weer tijd dat ik nu een stukje kan lopen. En uiteindelijk, hopelijk nog op tijd alles afkrijg. Het is nu bezig met sturen. En het is niet anders. Even super doorgewerkt. om zo min mogelijk dan in Kenia te hoeven doen. Gezien de internet en situaties is dat natuurlijk altijd een beetje lastig om te bepalen. We gaan nu in ieder geval lopen. Het wordt gewoon een duurloop. Een enkele. Gisteren hadden we het dubbele. Maar ging prima. Dus even kijken nu hoe de benen voelen. So, let's go. We lopen weer bij Delfshaven. Jelletje, is er tijd voor. We lopen ietsje door. Ik zit op 4-7 gemiddeld. Nee, daar heb ik zoiets langzamer gehaald. Zo een beetje opgegeven. Headphone op, want mijn oortje zit nog in de auto en die trisha mee. Dus die heb ik even niet. Dit is mogelijk het laatste loopje van de week. Ik ga het weekend met de jongens weg. Dus even kijken of daar nog ruimte is. Ik neem alle spullen mee, maar ik weet niet of ik daar kan lopen. En dan maandag is het zover, de spannend jongens. Ik ga nu niet voor dit lopen.
Hartstikke bedankt voor het kijken van de video. Echt super tof. Het was een beetje een rustigere week natuurlijk met eigenlijk heel veel kantooruren. Ja, dat is niet zo boeiend om te zien. Maar goed, ik dacht ik laat toch even zien hoe ik tot en met vrijdag er doorheen ben gegaan. Ik voel me wat beter, want ik voelde me een beetje ziekig toch wel. Merkte ik tijdens het lopen qua gevoel viel het mee. Mijn hartslag was hoog, hoog, hoog. Dus toch uiteindelijk wel een beetje op moeten letten. We gaan een weekend weg met de jongens en daarna, zoals ik al 100 keer heb gezegd, naar Kenia. Ga ik jullie meenemen. Dankjewel voor het kijken. Like en subscribe. En dan zie ik jullie bij de volgende video. En die is in Kenia.